sta jij door me? Verdedig je deze zak met stront? Zak met stront. Ik verdedig de wet. En die zegt dat hij onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Die gast heeft nul rechten, hoor je me? Nul rechten! Nada! Wat is beter, met klak of zonder klak opnemen? Olé. Ik weet dat niet, Ik ben aan het twijfelen. Wat is er mee? Dit is nu de nieuwe microfoon die je in beeld zou zien. Hey, en welkom bij Belege Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Allee, als hij toch laden. Allee, laat, bol ik zeggen. Ik wil je niet veroordelen, Ethan. Ik wil het leven van je zoon redden. Er is nog tijd, maar niet veel meer. Help me, Ethan. Vertel me wat je weet. Ik weet niks. Begrip bedoel ik. Je had vast allerlei redenen voor wat je hebt gedaan. Je dacht dat je er geen kwaad mee deed. Je wilde alleen dat de pijn ophield. Ik help het je uit te leggen aan de rechter. Laat John niet doodgaan. Vertel ons wat je weet en dan kunnen we hem nog redden. Boos. Verdomme, Ethan! Waar is Sean? Dat weet ik niet waar dat in is. Precies dat ik de moordenaar ben. Klacht. Kijk ernaar, Ethan. Kijk ernaar! Naar waar? 8 foto's. 8 levens verspild. Verdronken in de klotenregen. Herken je deze? Huh? Dat is je zoon, Ethan. Dat is Sean. Hij leeft nog steeds. Praat met me, Ethan. Zeg nou iets! Ik zeg niks. Totdat een advocaat er is. Ik heb mijn zoon gekidnapt. Klopt dat niet? Maar ik herinner me er niets van. Ik weet niet waar hij is. Ik kan hem alleen vinden. Als jullie me laten gaan. Ik ben de enige die hem kan redden. Angstief. Het klopt gewoon niet, Ethan. Okay. Hou op met dat pathetische gedoe en vertel me verdomme de waarheid. Ik hou van mijn zoon. Ik hou van mijn zoon. Als jullie me hier houden, gaat Sean dood. Dood mag wel. True. Dat mag niet gebeuren. De tijd begint te dringen, Ethan. En eerlijk gezegd, het waarom kan mij niet schelen. Het enige wat ik wil weten is waar heb je Sean verstopt? Dat wil ik ook weten. Weet ik niet. Ik zou hem al gered hebben als ik wist waar hij was. Oké. Dit is je laatste kans, Ethan. En ik stel voor dat je deze keer goed nadenkt voor je antwoord. Waar is Sean? Dat weet ik niet waar het is. Ik zei toch, ik weet het niet. Voilà. Wat heb ik u gezegd? Blake, wat ben je aan het doen? Deze gast is een killer. Hij heeft fucking recht. Hij gaat alles aan mij opbiechten. Maar als ik niks weet, dan kan het toch niets opvichten? Als je hem slaat, is het bekend en is waardeloos. Dan seponeren ze de zaak. Klootzak! Je vertelt me nu wat ik wil weten of ik breng... Zelfs al is hij de killer, dan heb jij nog niet het recht om hem te slaan. Aan wiens kant sta jij, Norman? Verdedig je deze zak met stront? Zak met stront. Ik verdedig de wet en die zegt dat hij onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Die gast heeft nul rechten, hoor je me? Nul rechten! Nada! Wat is beter, met klak of zonder klak opnemen? Olé. Ik weet dat niet. Ik ben aan het twijfelen.
Ze is er mee. Dit is nu de nieuwe microfoon die je in beeld zou zien. Hey, ja, fuck! Tijd in beeld die zien. Die klootzak is nu te ver gegaan. Ja, wat kan ik daaraan doen? Ethan. Die klootzak slaat op bekentenis uit Mars. Hij wil gewoon een schuldige, zelfs al is het de verkeerde. Weet jij zeker dat dat de verkeerde is? Maar ik denk dat ook wel. Het kan echt niet langer zo. Ik ga het hele verhaal aan commissaris Perry vertellen. Dat kunnen we, maar waar zit hij? Ik denk dat Perry daar zit. Of dat kopiekamer, kan ook. Oh nee, dat is mijn bureau. Ik vind mijn spaat niet meer. Oh, hier. Ah, dat is geen spaat. Hoi, die valt flauw. Een spitsteek naar bloedneus. Denk ik. Waar zitten we nu? We zijn piano aan het spelen. Ding. Twee. Ding. Ik ga wel niet goed spelen. Had ik mij gezwegen. Hij begint tapiet te trekken. Dat is door mijn handschoen. Dat is magisch. Die moet ik wel hebben als ik op examen ga, die handschoen. Als die zo magisch is. Oh shit. Ik heb er echt goed mee leren werken. Uw vodka, meneer. Merci. Bedankt. School. U kijkt nogal zo. Als je er niet van drinkt, dan blijft dat vol. Als ik het zo zeggen mag. Problemen met het onderzoek? Blake weet zeker dat Mars de killer is. U niet. Ik dacht dat er bewijs was om het te staven. Dat is waar. Maar toch klopt het gewoon niet. Zijn psychologische profiel past niet, evenals de geolocalisatie. Ik zie deze vader geen 8 slachtoffers verdrinken en zijn zoon kidnappen. Mars is niet de origami-killer. Ik verwed er mijn leven om. Wie dan wel? Ik heb geen enkel fucking idee. Misschien ik moet u de voorhanden zijnde bewijzen nog eens herzien. Ja, daar zat ik ook wel aan te denken. Goeie plan. Oh, nog één ding, meneer. Probeer het gebruik van u weet wel wat te beperken. Het kan gevaarlijk zijn. Heel erg gevaarlijk. Ja, ik probeer me in te wat houden, is dat maar... Dan? Is dat ecstasy of zo? Het is moeilijk. Het wordt inderdaad steeds moeilijker. U gaat eraan dood als u niet goed oppast. Dat zou betreurenswaardig zijn. Dat ik eraan dood ga, om dat ding. Maar wat zit er dan eigenlijk in dat ding? Wat zou erin zitten? Rara. Hé? Ik zit er nog een steen. Aanwijzingen. Kijk eens aan. Dit is echt iets nieuws. De videoopname van de buurt rond het park op de middag dat Sean Mars verdween. Ik betwijfel of er iets op staat, maar je weet me nooit. Dan gaan we eens kijken wat erop staat. ...1583 voertuigen geïdentificeerd. Zo vind ik de auto van de killer nooit. Nee, dat is misschien moet ik er andere informatie naast leggen. Kunt je die niet beperken, die auto's? Uh.
Eric content? Bandensporen te zien in de berm naast de weg achter de spoorlijn. Misschien van de killer zijn auto. Ah, maar dan kunnen we toch zien aan qua panden welke auto dat is? Denk ik. Zullen we eens kijken. Oh, wat was dat? Een hondje. Schoenafdruk. Zeg je een schoen? De killer rijdt waarschijnlijk in een Chevrolet Malibu 83. Nee, dat is geen schoen. Dan moeten we deze zoeken, hè. Orchidee. Alles we zijn even. Omgeving. Nee, geen aanwijzingen. Ik moet geen aanwijzingen hebben. Ik heb ze allemaal gekeken. Ik wil omgeving. Hier zitten we nu, hè. Ik kan deze omgeving pakken. Allee, hoe doe je dat? Ah, zo. Cool! Waar zitten we nu? In de wolken. Schoon uitzicht. Zonder een bril wil ik ook wel. Allee, zonder een bril. Dan kan ik hier zo in de wolken gaan zitten of zo. Of zalig. Of op veld of zo. Of qua game op horror. Bij de leeuwen. Kunnen mij toch niks doen dan? Oh. Oké. Okay. Ik zit boem bij de ha. Ha ha. Haaien. Daar heb ik schrik van haaien. Mijn chance is dat er zo'n nooit een zwembad is met haaien, want daar zou ik nooit in zwemmen. Daar heb ik schrik van, zo, van haaien. Ik kan nooit een film zien van haaien, want ik word zot. Letterlijk en figuurlijk dan. Alles wissen. Hoe gaat het hier eigenlijk uit? Kaart. Kaart. No. Dossieren. De Orgarmi killer. Dat kan ik allemaal niet lezen. Tussen de 30 en de 45. Hij is intelligent, kalm en vastberaden. Dat is nou een oude gast. Een georganiseerd type. Hij heeft een auto. Hij werkt waarschijnlijk wel, maar heeft veel vrije tijd. Waarschijnlijk. Het is iemand die halftijds werkt. Moeten we gaan zoeken. Orgarmi killer slachtoffer. Er loopt altijd een spoorlijn naast de. Aan welke omgeving? En alle slachtoffers zijn verdwenen in de herfst. In de herfst. Oké, okay, dan heeft hij misschien vakantie. Dat kan ook. Hey, weet ik niet, maar dat kan. We hebben alles gecontroleerd, hè. Misschien, meneer, moet u uw aanwijzingen nog eens doornemen. Waarom? Er is nog maar weinig tijd. Dat heb ik gedaan. Ik moet snel iets vinden als ik dat joch wil redden. Maar hoe? Een aanwijzing. Gaan we dat doen? Wat dan ook. Onderzoek. Het is vast iets dat voor de hand ligt. Misschien, meneer, moet u uw aanwijzingen nog eens doornemen. Aanwijzingen dan. Maar die heb ik allemaal al doorgenomen. Laten we ze even een aan het woord nemen. Yo, niet te rapen. Dat is Citroën. De Chevrolet van het autorijden. Overeenstemt met de bandensporen, reed om 16.02 naar het park en om 16.37 weer weg.
In die tijd is John Marsh verdwenen. Zou dit de auto van de killer zijn? Kan toevallig zijn ook, hè. Een voorbijrijdend voertuig. Maar denk het niet. Dat kan allemaal. Orchidee. Jammer dat de bestuurder niet te zien is. Ik heb de auto gekeken. Dat vind ik ook wel jammer. Het was een gestolen auto. Eens kijken. Een zekere Jackson Neville werd verdacht. Maar de aandacht kwam te vervallen wegens gebrek aan bewijs. Dan moeten we het hier gaan zoeken. Kunnen we er al niet in steken. Anders... Wacht, ik kan de verkeerde kant op. Ik moet dat... pas hebben. Identiteitskaart van iemand. Jackson Neville. Beter bekend kan als Man Jack, gaan we die auto. Betrokken de inkoop en verkoop van gestolen voertuigen. Wordt als extreem gevaarlijk beschouwd. Hij kan de killer die auto hebben geleverd. Het is een vaag spoor. Kan misschien een dader zijn. Of hij heeft het zelf gedaan. Dat kan ook. Maar dat weten we niet zeker. Maar het rest is voor de volgende keer... Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot in de volgende Sheet of Horror game. Daag!